Welkom in een nieuwe aflevering van Tech Up. De vorige afleveringen werden goed bekeken. Een aantal kijkers stelden me zelfs vragen. En een van die vragen was, Ulrich, waarom doe je dit? Wel, het antwoord is vrij eenvoudig. De samenleving wordt steeds digitaler. En ik wil mensen bewust maken van hoe de omgeving verandert door de opkomst van technologieën. En als je je hier bewust van bent en je gaat reflecteren. Hoe deze technologieën impact hebben op je werk en op je leven, dan ga je je ook veel wendbaarder kunnen opstellen in deze snel veranderende samenleving. Met andere woorden, blijf TechUp volgen, like deze aflevering, share, deel ze met je collega's, vrienden en kennissen en natuurlijk abonneer je op het kanaal voor de volgende afleveringen. In deze aflevering gaan we het hebben over BMW en magazijnrobotica, over ICT-ontwikkelaars en over het grondrecht om je smartphone uit te zetten. Veel kijkplezier. BMW Groep lanceert Idealworks, een dochteronderneming die gespecialiseerd is in magazijnrobotica. Het automerk gaat autonome mobiele robots en automatisch geleide voertuigen produceren voor de logistieke sector. Een eerste product is de Smart Transport Robot, afgekort STR. Dat is een platte, autonome en mobiele robot die goederen met een gewicht tot 1 ton kan vervoeren. De robot berekent autonoom de beste route en beweegt zelfstandig door de ruimte. Magazijnrobotica kent verschillende voordelen. Het werk wordt fysiek minder zwaar, de opslagcapaciteit gaat omhoog. En de magazijnmedewerker kan zich meer focussen om problemen op te lossen, terwijl hij of zij het zwaar repetitieve werk overlaat aan de robots. Er is dus een grote toekomst weggelegd voor magazijnrobotica. Zes op tien HR-professionals geeft aan dat het invullen van technische vacatures een van de grootste uitdagingen is van 2020. 21. Het Franse Coding Game deed hiernaar onderzoek bij 15.000 ICT-ontwikkelaars en managers in 134 landen, waaronder België. Ik deel graag met jullie een aantal interessante inzichten uit dit onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat recruiters nog altijd de voorkeur hebben voor traditioneel geschoolde ontwikkelaars, maar dat er steeds meer interesse komt voor ontwikkelaars die het vak geleerd hebben op een andere manier. Slechts 20% van HR-professionals geeft aan dat een academische achtergrond een vereisten is. Op het vlak van programmeertalen, daar geeft bijna 6 op de 10 bedrijven aan dat er een grote vraag is naar JavaScript en Java. Qua frameworks, daar is 59% van de tech-recruiters op zoek naar ontwikkelaars die het React-framework kennen. En bijna de helft van de HR-professionals geeft aan dat ze in 2021 moeite zullen hebben om DevOps mannen, DevOps vrouwen te vinden voor hun IT diensten. Dus heb je interesse om je bij te scholen als IT'er of om te scholen naar een IT'er toe, dan raad ik u aan om dit rapport eens goed door te nemen. Ik zet de link zeker en vast bij deze video. Het Europees Parlement vindt dat het onbereikbaar zijn voor het werk een grondrecht moet zijn voor elke EU-burger. Door corona en het verplichte thuiswerken stellen ze vast dat steeds meer mensen geneigd zijn om meer uren te gaan maken. Maar altijd bereikbaar zijn voor het werk dat draagt ook bij tot meer depressies, meer burn-outs en andere gezondheidsproblemen. Het Europees Parlement heeft hier al een stemming rond gedaan. De meerderheid is hiermee akkoord gegaan. Nu is het aan de Europese Commissie om hier verder werk van te maken. Ik ben alleszins benieuwd naar het vervolg. Het gaat geen evidentie zijn, want werk en leven raken steeds meer met elkaar verweven. We hebben ook meer flexibele uren om een balans te vinden tussen werk en leven. Dus het gaat niet gemakkelijk zijn om dat grondrecht om te zetten naar de praktijk. We zijn aan het eind gekomen van deze vierde aflevering. Vond je het een interessante aflevering? Like ze dan, deel deze met je kennissen, collega's en vrienden en abonneer je op ons kanaal voor de volgende afleveringen. En vergeet zeker niet: hoe bewuster je bent van technologie, hoe beter je kunt omgaan met veranderingen in je leven en op je werk. Tot de volgende keer.